Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we dan. Daar zijn we dan met weer een nieuwe Piekelink video. Oh, handjes omhoog, voorin, achterin. Fantastisch. We zijn door Mattie uitgedaagd. Graag wil ik bij deze daarom iemand nomineren die deze challenge ook moet doen. En moet kijken of hij mij kan verslaan met een volledig brons team in aantal wins. Diegene is... Koen. Ik verwacht volgende week van jou een Weekend League video met een brons team. Succes! Ik moet zeggen, ik zie dit niet echt zitten. Hoe dat komt? Nou, het komt met name omdat ik echt al te slecht ben. Ik ben niet goed. Het zal voor mij ook wel een challenge worden om Mattie's score van 14 potjes winnen te verbreken. Aangezien, ja, ik ben niet zo goed. En met een, ja, zeg maar, een heel goed team haal ik goud 1. En 14 wins dan met een heel slecht team, ja, dat lijkt mij vrij onmogelijk. Maar we gaan er alles aan doen om het in ieder geval te proberen. Laten we maar beginnen met mijn team. Op goal hebben we niemand minder dan... Keun! Lijkt op mijn naam, Koen. Op rechtsweg hebben we Lee Sang-ki voor 350 munten. Dat is niet zoveel. Op centerback hebben we Gwon Wan Gien. 200 coins. Ook niet veel. Als andere centerback hebben we Lode voor 200 coins. En op linksback hebben we Risa. Die was al 4,5k. Dus onze verdediging kost iets meer dan 5k. Maar wat wel het geval is dat ik 4 keer een shadow card heb gekocht. En die waren 25k per stuk. Dus mijn verdediging kost in totaal 105k. 105k voor een bronzen verdediging. Het is ongelooflijk. En je maakt er 100% verlies op. Op het moment dat ik ze verkoop, kan ik ze niet verkopen voor meer dan 10k. Dus ik maak er 100% verlies op. Dus is dit een pro-trader move? Nee. Ons middenveld bestaat uit Ismael, 4-star skills, 5-star weak food, Saltness, Nielsen, Kaan en Antonsen. Nou, dit is absolutely fantastic. En de spits hebben we niemand minder dan List. Fantastisch. Ik heb hem gekocht om zijn goede pace. Ja, 94 pace. Helemaal niks mis mee. Op de bank hebben we dan nog Kanamori, een super Japanees met heel veel pace. Ja, dat eigenlijk. Een fantastische speler. Haas. Goed haar. Niks mis mee. Hij lijkt ook wel een beetje op Papa's Haas. Niks mis mee. En Bola. En ik hoopte heel erg dat zijn voornaam iets van Erik was of zo. Want dan zou op al zijn belastingbrieven staan E.Bola. Maar helaas niet het geval. Hij zit ook. Ja, niet op mijn bank. Ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, dit is echt belachelijk. Doe zeker een duimpje op deze video als je het leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. We gaan lekker. Voor je nog niet op Instagram, doe het dan zeker. Dan heb je een leuke mop? Stuur je dan naar mij op mijn Instagram. Mijn Instagram is KoenKWN. We gaan richting de 200.000 volgers. Ik heb nu 188.000. Ik hoop dat we na deze video zeker op de 190.000. Volgers zitten, dus als je me nog niet volgt, volg me op Insta. Dankjewel, dankjewel. Oké, dit is een beetje eng. Laten we beginnen met pot nummer 1. En dit is het eerste team waar ik tegenkom. Het is niet dat je tegen andere bronzen team komt, tenminste dat denk ik, want dit eerste potje is het zeker niet het geval. Godverdomme. Jezus. Is het zeker niet het geval. We komen 1-0 achter door Aguero. Pfff, geen goed begin. In de 10e minuut, jongens, kijken we even mee. Varretje, moet je even kijken. Hij wordt daar gewoon neergehaald door Sanchez. Hij is ook niet blij. Moet je kijken, als je op hem inzoet, hoor je ook wat hij zegt. Hij scoort de 0-2 met Benzema, de 0-3 met Aguero en hij scoort ook nog de 0-4. We verliezen de allereerste pot, maar jullie kennen het gezegde. Een goed begin had ik niet. Wat een fantastisch tegeltje, niks mis mee. We gaan 0-1 in de Weekend League. Wedstrijd nummer 2 kwamen we weer tegen een prima team, maar kom aan, ik ben gewoon een goede speler, kom op. We kwamen op 1-0 voorsprong door List, onze superspit. 2-0 kwamen we ook door List, fantastisch. Op 3-0 kwamen we door Kaan en zo kwamen we uiteindelijk tot een rage, dat is niet normaal. Meteen dan een rage, gewoon in een brons team. Dan ben je echt slecht. 1-1 in de Weekend League met een brons team. Lekker door. Pot 3 kwam tegen Prime Moment Liedmanen. Ja, dat is lastig. Dat is vervelend en irritant. We komen 1-0 achter. Dan maken we wel snel de 1-1. Dat is dan wel lekker. Kom op 1-2 achter door die. Ja, Prime Moment Liedmanen. In 66 minuten krijgen we nog een goede kans. Maar schiet ik helaas op de lat. Daarna bracht ik onze super Japanees in. Ik had de kans in 77 minuten. Maar oh, naast. Wat een kans. Dus wat met elke speler is bal erin was gegaan. Maar ja, omdat het een brons is niet. Dus niet met elke speler. Namelijk met bronzen niet. Wat ik nu zeg. Dus ja, met alle spelers behalve bronzen. Een minuut later krijgen we weer een mega kans. En oh mijn god, van de lijn gehaald. Dit kan toch niet. En dan zit de bal bij hem ongelooflijk mee. Krijgt hij hem ongelooflijk mee. En schiet hij hem binnen. 3-1. In de 70ste minuut krijgen we nog een kans met onze wissel. Dit schot is zo slecht. Oh mijn god, heb je ooit een gouden speler zo zien schieten? Dit is echt een definitie van een bronzen speler met een weak foot. Ongelooflijk. Dan denk ik dat we 13 schoten tegen 6. Maar we verloren wel. We gaan 1-2 in de Weekend League. In pot 4 komen we tegen een tegenstander die er niet veel van begrijpt. Want we spelen met Kimpembe op centerback zonder ook maar één groene link. Ook maar één oranje link. Gewoon alleen maar rode linkies. En na een beetje moeite komen we dan op 1-0. Heerlijk. Lekker goaltje van List. Helemaal niks mis mee. Een heerlijke 2-0 van Ismael. Ismael. Goed binnengeschoten. Hij scoorde 2-1 nog met Lucas. Maar dat maakt ons niks uit. Daarna is er weer Ismael met zijn 5-star weak foot. En schiet hem ook met zijn link. Lekker binnen, lekker krulletje. Daarna een ongelofelijke wereldgoal van Risa. Fantastisch doelpunt. En zo komen we op 4-1. Hij rage quit. En we gaan 2-2 in de Weekend League. In pot 5 komen we tegen best wel een goed team. Hij komt op 1-0 door Overmars. Op 2-0 door Aguero. En uiteindelijk verliezen we deze pot 1-5. Absoluut kansloos. 2-3 in de Weekend League. Pot 6 komen we tegen Lena Eiken. Ook deze pot verliezen we. 2-4 in de Weekend League. Zo gaan we er lekker snel doorheen, jongens. Dit is uitstekend. Mat ging 14-16. Als ik zo doorga, ga ik uiteindelijk 10-20. Dat is niet goed. In pot 7 komen we tegen 4 Lena Eiken. Dit slaat toch helemaal nergens meer op. Waar speel ik tegen? Dit kan toch niet? We komen op 1-0 achter een absolute wereldgoal van Leen Eiken en Vieira. Als je denkt van, ja, hij gebruikt Leenspeler, krijg ik tenminste geen geluk mee. Nee, absoluut wel. In de 24e minuut gaat Kaan alleen op de keeper. Oh!
mis. Gewoon te veel tijd. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik dacht, finesse shot, hard schieten. Ik weet het gewoon niet. En ik mis. We komen dan op 1-1 door List. Echt fantastisch. Fantastische spits. We komen ook op 2-1 door List. Uitstekend doelpunt. Heerlijk. Niks mis mee. We scoren een 2-2 met Sterling. Wat jammer was, maar ja, nog geen man overboord. En dan maakt hij de 3-2 binnenkant paal met Lane Iken Keane. Echt leuk. Leuk is dit. Leuk. 2 goals al met Lane Iken. Leuk. In de 76e minuut krijg ik nog een kans. Maar oh mijn god, die moet erin. Ongelooflijk. Daarna scoort hij op de 4-2 met Best. Ja, dit is geen loonspeler. Hier kan ik niet echt over zeggen. Oh wacht. Natuurlijk is het wel een loonspeler. Het is Loonbest. Hij heeft 3 goals gemaakt met leenspelers. We scoren nog een 3-4 met List. Maar het mocht niet meer baten. We verloren ook deze pot. We gaan 2-5. Wedstrijd nummer 8 kwam tegen een matig team. Eindelijk een matig team, B. We komen op 1-0 door Saltness. Hij scoorde 1-1 met Politano. Was jammer, maar niet heel erg. Daarna is Saltness hier ook met de 2... Wat? Hij scoorde 1-1 met Douglas Costa. Met zijn rechts. Vind ik vrij ongelooflijk. Aangezien hij al hele snelle shooting heeft met zijn links. Laat staan, met zijn rechts. Hij heeft ook voor mij 2-star weak food. Dus hoe kan dit? Maar we scoorden 2-2 met List. En ook uiteraard de 3-2 met List. Wat een fantastische spits. We winnen deze pot. We gaan 3-5. Pot 9 komen tegen 95 de Bruin. En ja, dat is wel een probleem. Kom op 1-0 door List. Ja, dit is echt ongelooflijk. Die vent blijft maar scoren. Toen kreeg je zeg maar door hoe je zeg maar kan scoren tegen mijn keeper. Ik, sowieso door te schieten. Maar finesse shots kan hij helemaal niet tegen. Hij scoort dan ook de 1-1 met Kevin de Bruin. Ja, zo'n finesse shot kan je niet stoppen. Ja, dat stoppen al heel veel keepers niet. Laat staan een bronzen keeper. Laat staan ons Keun. Keun. Hij scoorde ook een 2-1 met Kevin de Bruin met een finesse shot. En ook de 3-1 met Kante met zijn links. Een finesse shot. Beetje raar, maar hij vliegt erin. We verliezen deze wedstrijd. En we gaan 3-6. Wedstrijd nummer 10 kwamen we tegen Lane Best. Alweer. Het is niet normaal. En hij heeft het set your mind. Nee. We gaan niet meer set your mind voor je meme. Het is genoeg geweest. We kopen 1-0 door Kaan. In de 46e minuut komt Kaan door en hij schiet. Dit is echt zo'n trieschot. Dit is zo'n ongelooflijk trieschot. Oh my god. Hij scoort de 1-1 met de Best. Scoren de 2-1. Werelds met List. Wat een wereldgoal. En dan in de 32e minuut scoort hij met Best. De 2-2. Kleine storing. Dit zijn de stats in de rust van de verlenging. Dit is niet normaal. Ik speel deze wedstrijd helemaal weg. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Ik scoorde 3-2 met Kanamori. En ik scoorde 4-2. Heerlijk met Woolery. We winnen. En we gaan 4-6. Pot 11 komen tegen een team dat heet Control Alt de Licht. Ha! Ik kom op 1-0 door Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne is echt de bronzen killer zoals jullie zien. Ik kom op 1-1 door Kaan. Ik kom op 2-1 door... Dit meen je toch niet? Hoe mist hij dit? Dit is niet normaal dat hij dit mist, hoor. Dan komen we wel op 2-1 door Saltness. Hij maakt een 2-2 opnieuw met Kevin de Bruyne. Dat is niet normaal. Maar we scoren 3-2 met Ismail. Fantastisch doelpunt. Hij rage quit naar dit fantastische doelpunt. Wel 3-2 staat. Vind ik raar. Maar oké. We winnen. 5-6. Wedstrijd nummer 12. Jezus, ik heb echt een spraakgebrek. Wedstrijd nummer 12 kwamen wij tegen Koeman. Dat is wat ik wilde zeggen. Op zich niet heel moeilijk. We komen op 1-0 door een enorme knal van Saltness. Hij scoorde een 1-1 met Aguero. Hij scoorde de 1-2 met Acuña. De 1-3 met Aguero. Ik scoorde nog de 2-3 met Kanamori. Onze super Japanees. Mocht niet baten, we verloren. 5-7. De wedstrijd daarna kwam we heerlijk op 1-0 voor. Heerlijk subtiel gedaan door Saltness. Echt een lekker doel. Met heerlijk tikkie sowieso. Tik over het keepertje. Lekker niks mis mee. 2-0 door List. Kwam ook op 3-0 door List. Hij scoorde uiteindelijk nog 3-1, 3-2. Maar hey, boeien. We winnen. Heerlijke W. We gaan 6-7. Wedstrijd nummer 14 kwamen we tegen een aardig team. En we waren absoluut kansloos. We verloren met 4-2. We gaan gelijk naar nummer 5. Hij heeft een slecht team. En dan ineens Prime Henry. Zomaar. Hij komt ook op 1-0 op deze Prime Henry. Maar daar is List uiteraard weer. Die scoort de 1-1. De 2-1 wordt ook gemaakt door List. En we scoren de 3-1 met Ismail. En zo gaan we 7-8 in de Wicked League. Wedstrijd nummer 16 komen we tegen een team met 5-2-3. Ha! Dat is altijd een easy win. Is dat ook vandaag het geval? Spanning en sensatie. Oh, enorme spanning en sensatie. Ja, dat is het zeker. 1-0 door Kaan. 2-0 door Kaan. Hij maakt wel de 2-1 met Vardy. We scoren de 3-1 met Saltness. En de 4-1. Hattrick van Kaan. Heerlijk. We winnen. 8-8. Helemaal niks mis mee. In wedstrijd nummer 17 komen we weer tegen een matig team. Die komen wel echt tegen een mindere team nu. Niet zo heel goed in de Wicked League. Tenminste, niet heel goed voor mij doen. Kijk, normaal ben ik natuurlijk ja, legend. Gewoon fantastisch, weet je. Nu even iets minder, maar je snapt wat ik bedoel. Kom 1-0 door Kaan. Hij is echt on fire. Dan pak ik Niels de bal af van de keeper. En Niels heeft natuurlijk nog helemaal niks goed gedaan voor mij. En dan, bam, schiet hem zo ineens binnen. 2-0. Bron speelt de bal zo binnen. Oké. Ik scoorde 3-0 met Saltness. Ik scoorde 4-0 met List. Met deze een rage quit. We gaan 9-8. Voor mij gaan we voor het eerst positief in deze Wicked League. Wedstrijd 18 komen we tegen Sissoko. Nee. Ja, dat weet je al. Dit gaat helemaal fout. Hij scoorde 0-1 met Sissoko. Ja, absolute wereldgoal. Kei en keihard. Scoorde 1-1 met List. Echt, die speler is echt goed, jongen. Die List. Echt een wereldspeler. Scoorde de 1-2 met Mbappé. Oh, nee. Yo, mensen. Hij scoort ook in de blessuretijd helemaal triest. En echt, oh, in dezelfde blessuretijd scoort hij ook nog de 3-1. Het is ongelooflijk. Hij scoorde daarna een absolute wereldgoal met List. Heerlijk binnengeschoten. Maar daarna scoort hij de 2-4. Weer met Mbappé. En yo, mensen. Hij scoorde nog wel de 4-3 met Kanamori. In de allerlaatste minuut is daar Ismail. Hij gaat langs de keeper. En goal! Buitenspel.
Jammer, jammer. Maar we geven niet op. We krijgen nog één kans. De allerlaatste kans. List aan de bal. List, list. Nee, nee, nee. Hoe schiet hij nou naast, jongen? Hoe doe je het nou? Ongelooflijk. We verliezen deze pot. We gaan 9-9. Wedstrijd 19 komen we in een poepteam. Maar hij heeft wel zijn sokko. Kaan doet een 1-2 met de paal en schiet hem naar de bal zelf binnen. Dat is erg lekker. We staan 1-0 voor. We scoren 2-0 met Saldnes. Roy scoort daarna voor hem de 2-1. En Roy scoort voor hem ook de 2-2. Hij heeft het zeg maar door dat als je gewoon hard schiet, dat de bal er wel in gaat. Want Keun, ja, die is niet zo goed tegen harde schoten. Ook niet tegen finesse shots. Zachte schoten is hij ook niet echt goed tegen. Helaas. Hij maakt ook de 2-3 en hij maakt ook de 2-4. Allebei met Sergeant. Sergeant. We verliezen. We gaan weer 9 om 10. We gaan weer negatief. Pot nummer 20. En dit vind ik dus bizar. Ga je dus 9 om 10 en kom je tegen 6 icons en Rob. Ik snap er echt geen reet van. Maar al snel krijg ik een pingel. Helemaal niks mis mee. En Ismail is mijn beste penaltynemer. Die heeft 65 penalties. Nou, ik ben al niet goed in penalties. Dus ja, dit wordt helemaal niks. Hij neemt de aanloop. Een flink rondje. En oh, hij scoort gewoon. Ik scoor gewoon. Het is ongelooflijk. Ik scoor gewoon mijn penalty. Dat is de 1-0 voor. En dan krijgt List een rebound. Scoort de 2-0. Kaan scoort ook de 3. 3-0 tegen een team met 6 icons. Scoort Rob tot de 3-1. Maar wij scoren met Kaan de 4-1. En met Nielsen de 5-1. Ik voel me sexy als ik dans. En we winnen dus met 5-1 van een team met 6 icons. En een bronzen team. Het is ongelooflijk. We gaan 10-10. Wedstrijd 21 kwamen we tegen een prima liga team. Een prima liga team. Nee. We komen op 1-0 door List. En op 2-0 door Nielsen. En dan krijgen we weer een pingel. En dat betekent natuurlijk weer een doelpunt. Staan we 3-0 voor. Hij scoorde 3-1 nog, maar het mocht niet baten. We wonnen. En we gaan 11-10. Ik kom toch langzaam in de buurt van die 14 minuten van mat. Dit gaat echt lekker. Pot 22 kan we tegen team met Sissoko. Maar Sissoko betekent zeg maar niet dat je sowieso wint. Want deze tegenstander was toch ontiegelijk slecht. Dat was echt niet normaal. We kwamen op 1-0 door List. We kwamen op 2-0 door List. We kwamen op 3-0 door List. In de 17e minuut had ik een hat-trick gescoord met List. Met bronzen List. We kwamen op 4-0 door List. En vervolgens ook nog op 5-0 door List. Hoeveel denken jullie dat het uiteindelijk geworden is? Laat het nu achter in het i'tje. Er staat nu een i'tje bovenin het scherm. Laat even je achter hoeveel je denkt dat het gaat worden. Spanning en sensatie. Ik geef je nog 5 seconden. Ga naar ikwiltegoed.nl. Even een kleine promo tussendoor en koop daar je tegoedkaart. En natuurlijk lekker smikkelen. Het werd 9-4. Fantastisch, 9-4. Wat een wedstrijd. List krijgt de bal mee. Hij had namelijk een dubbele hattrick. 6 goals heeft hij gemaakt deze wedstrijd. Erg lekker. Wedstrijd 23, die winnen we ook met 3-2. Lekker zeg. We gaan 13-10. Ik kon maar 1 win halen en sta ik gelijk bij Matty. En ik kan gewoon nog goud 1 halen. Dat gaat zeker gebeuren. Wedstrijd 24, komen we tegen Kubo. We komen 1-0 achter door Mares. In de allerlaatste minuten komen we ook 2-0 achter door Mares. We verliezen. We gaan 13-11. Ik kan geen goud 1 meer halen. Wat triest. Wedstrijd 25, komen we tegen echt een goed team. Hij scoort hier de 5-1 en ik had een rode kaart. Dus ik dacht van, ik quit maar gewoon. Ik lief maar gewoon. Dan gaan we 13-12. 26 komen we weer tegen een prima team. Echt, ik wil gewoon ergens tegen teams komen. Ik ga 13-12. We staan 0-0 bij rust. Ik had wel echt veel schoten. Oh nee, toch niet. Maar dat boeit niet, want daar is Nielsen. We winnen deze wedstrijd met 1-0. Gaan we 14-12. We staan nu al gelijk met Matty. En we hebben nog gewoon 4 potten te gaan. Wedstrijd 27 komen we tegen dit team met Sissoko. Die lekker aan het lachen is. Martial en Dembele zijn allemaal aan het lachen. En Thauvin kijkt niet echt blij. Alsof hij een beetje pijn heeft. Dit doet mij denken aan een meme op het internet. Ik zie overeenkomsten, of ligt het aan mij. Ik kom op 1-0 door List. Hij scoorde naar de 1-1 met Andrea Pirlo. Dan heeft Thauvin blijkbaar toch niet zo heel erg veel last van zijn anus. Want hij scoorde 1-2. Kaan scoorde wel de 2-2. Maar Thauvin scoort dan de 2-3. En ook de 2-4. We scoren nog de 3-4 met List. Maar het mocht niet baten. We verliezen. We gaan 14-13. Pot 28 komen we tegen Skilluminati. Wat gaaf. Skilluminati, wat vet. Wat gaaf. Ik kom op 1-0 door Saldnes. We komen ook op 2-0 door Saldnes. Hij scoorde een 2-1. Een mooi doelpunt met Royce. Ja, ben ik gewoon eerlijk. Een mooi doelpunt. Scoorde 3-1 met List. De 4-1 met Kanamari. En de 5-1 ook met Kanamari. Hij ragequit. En jawel jongens. Het is zover. Heerlijk. We winnen. We gaan 15-13. En hiermee hebben we Matty nu al verslagen. Wat heerlijk. Ja, heerlijk. Maar we konden nog verder uitbouwen. En dat wilden we ook uiteraard gaan doen. We hadden nog 2 wedstrijden te gaan. In pot 29 ging het niet heel lekker. Stond namelijk 2-0 achter. En toen gooide ineens EA de servers eruit. Of iemand gooide EA's de servers eruit. Gelukkig ook achter. Was ik hier 2-0 voor te staan. Was er wel... Sprake is van een kleine storing. De allerlaatste wedstrijd van deze marteling. Dat viel eigenlijk wel mee. Eigenlijk, ja, dat is eigenlijk minder erg om met dit team te spelen dan met een goudteam. Want een goudteam, dan heb je een soort hoge verwachtingen. En dat had ik hiermee totaal niet. Normaal heb ik hele onlogische, veel te hoge verwachtingen. Hier dacht ik van, nou, ik krijg 5 inzalen. En ja, inmiddels ga ik al 15-14. We krijgen een heerlijke pingel. Uitstekend neergehaald deze speler. En ja, al mijn pingels vliegen erin. Heerlijk, we scoren. We scoren nou ook de 2-0 met List. En de 3-0 met Antonsen. Hij ragequit. En jongens, zo eindigen wij de Weekend League met een bronsteam. Met een score van 16-14. Nou, daar is toch helemaal niks mis mee. Als we even eerlijk zijn, daar is helemaal niks mis mee. We hebben Matty verslagen. Dat is lekker. 2 wins meer gehaald. Uitstekend. Net geen goud 2. Daar baal ik van. Had zeker gekund. Ik vind het bizar dat er tussen mij met een heel goed goudteam en mezelf met dit bronzen team maar 4 wins zit. Dat vind ik echt ongelooflijk. Maar blijkbaar is dat niveauverschil best wel groot. In ieder geval wil ik graag om deze challenge door te geven. Dikke vette, dikke Rob uitdagen om ook met de bronzen in de Weekend League te gaan doen. Rob, probeer mijn score van 16 maar te verbreken. Ik denk dat het je niet gaat lukken. In ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken.
kijken. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Adios! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kom beter zitten. Wat zegt een timmerman als hij zijn hamer kwijt is? Ik ben mijn hamer kwijt. Doei.